Hoeveel liter water stroomt er de Waddenzee wel niet in bij vloed en uit bij eb? Superveel lijkt mij. Dat bepaalt ook het beeld van de Waddenzee. Vaak denk je aan drooggevallen platen, maar de helft van de tijd staat de Waddenzee gewoon helemaal onder water. 6 uur lang loopt de Waddenzee vol om de volgende 6 uur weer leeg te lopen. Maar niet alleen water bepaalt het beeld van het Waddengebied. Door getij en wind verplaatsen zand en slib door het wad. Waar het water snel stroomt en veel golfbeweging is, bijvoorbeeld in de buurt van zeegaten, blijven de grovere zandkorrels achter. Waar het rustig stroomt, zinken ook de fijne slipdeeltjes naar de bodem. Dit is de plek waar de getijdenstromen via de zeegaten aan weerszijden van een eiland bij vloed bij elkaar komen. Omdat slib er door de weinige stroming bezinkt, is de zon er ondiep en worden wadplaten hier hoger. Op plekken waar het zand en slib in het wad achterblijven, ontstaan bochten in de geulen. Op plekken waar bochten ontstaan, schuurt het water de bochten verder uit en gaat de zee sneller stromen. In de binnenbochten stroomt het water minder hard, waardoor daar zand en slib naar de bodem zakken en de zee ondieper wordt. Zo verplaatsen geulen zich langzaam, maar continu door het wad. Zo ontstaat een slingerend en veranderlijk systeem van geulen en platen. En nog is de Waddenzee niet compleet. In de Waddenzee leven ontzettend veel soorten dieren en planten. De Waddenzee heeft dus een hoge biodiversiteit. Naar schatting zijn er zo'n 10.000 verschillende soorten levende wezens of organismen. Maar belangrijker nog is dat er heel erg veel exemplaren zijn. Dat maakt het een groot voedselreservoir voor trekvogels. Sommige organismen leven het gehele jaar in de Waddenzee. Andere, zoals trekvogels, vliegen naar de Waddenzee toe om een deel van het jaar daar te leven. Een groot aantal vogels heeft dat Waddengebied nodig als tussenstop voor hun verre reizen naar Afrika of Siberië. Dit maakt dat de Waddenzee een heel belangrijk natuurgebied is voor al deze levende wezens. De organismen die in de Waddenzee leven hebben allemaal met elkaar te maken, direct of via tussenstappen. Sommige dieren eten planten. Sommige dieren eten andere dieren op. Het is zo een voedselnetwerk. Maar er is nog een belangrijke soort actief in het Waddengebied. De mens. De mens bepaalt het landschap en de natuur. Bijvoorbeeld door de afsluiting van de Lauwerszee. De aanleg van dijken langs de Friese kust en de bouw van de afsluitdijk. Hiervoor had het water meer ruimte. Het kon vanuit de Noordzee verder stromen, de toenmalige Zuiderzee en Lauwerszee in. Bij hogere waterstanden kwam een groot deel van het huidige Noord-Nederland onder water te staan. Het Waddengebied vormt een natuurlijke barrière tussen het vasteland en de stormen die uit het noorden en westen komen. Mens en natuur werken ook samen om zich tegen de zee te beschermen. Op sommige plekken vormen de duinenrijen een sterke kustverdediging. Op andere plekken heeft de mens dijken aangelegd om overstromingen te voorkomen. Aan de Noordzeekust van de Waddeneilanden liggen stranden en duinen. Deze duinen zijn de zeewering en beschermen de eilanden tegen overstromingen vanuit de Noordzee. Het is een zachte kustverdediging van zand, net zoals de kust van West-Nederland. Al eeuwenlang wordt helmgras ingeplant als de duinen te veel verstuiven en de zeewering zwakker dreigt te worden. Helmgras heeft hele lange wortels en houdt het zand goed bij elkaar. Rondom de Waddenzee liggen kwelders en dijken. Dit gaat om de waddenzijde van de eilanden en om de kustgebieden van Noord-Holland, Friesland en Groningen. Deze waddenkust is sterk beïnvloed door de mens.
De kwelders komen er van nature voor. Ze overstromen bij hoogwater. De dijken zijn de zeewering. Dit is een harde kustverdediging van steen. De mens maakt dijken en onderhoudt ze. Maar soms is er nieuw inzicht en worden dijken doorgestoken of weggehaald. Omdat we er anders over zijn gaan denken, bijvoorbeeld. Elke ingreep heeft zijn gevolgen. Met de mens komt ook de landbouw en industrie. En die bepalen weer het zicht achter de dijken en op de eilanden. Daar staan de schapen en de koeien. Zo krijg je een beeld van een eeuwenoud bijzonder landschap dat zich uitstrekt van Den Helder tot Duitsland en Denemarken. Zo groot is het hele Waddengebied.